Aan de ene kant wilde ik boos zijn op God. Dat ik dacht, hoe kan het nou? Hoe kan het nou dat u zulke dingen laat gebeuren? Gewoon een lieve, gezonde, sterke vrouw. Ziek wordt en sterft. Ik ben Jan en door het verlies van mijn vrouw ontdekte ik christelijke spiritualiteit en meditatie. Het was februari 2014. Merel maakte zich zorgen over een klein bobbeltje in haar borst. En we zijn toen naar het ziekenhuis gegaan en daar is onderzoek gedaan. En in 2014 kregen we dus uitslag daarvan dat het een kwaadaardige tumor was. Dat het borstkanker was. En ook dat het best wel een agressieve vorm was. Een agressieve tumor. En dat we vrij snel moesten handelen om kans op overleven voor haar zo hoog mogelijk te maken. Dus het begon direct met een operatie, een chemotherapie. En bestralingen en allerlei medicatie om ervoor te zorgen dat de uitzaaiingen gestopt werden. We hebben nog heel veel dingen wel kunnen doen. Een van de dingen die we wel hebben gedaan is dat we zijn getrouwd hier in Utrecht in de Domkerk. En we hebben echt een schitterend feest gehad in de Domtoren. We hadden een bar ingebouwd, we hebben gewoon een grandioos feest gegeven daar. We zijn nog op huwelijksreis geweest. We hebben in een camper rondgereden door Amerika een aantal weken. Toch ons best gedaan, zoveel mogelijk van het leven te genieten voor zover het kon. Omdat er wel op de achtergrond altijd het bewustzijn aanwezig was dat Merel niet heel lang meer zou leven. En tegelijkertijd voelde ik zoveel liefde voor haar. En wist ik ook dat ik haar kwijt zou gaan raken, wat heel moeilijk was. En tegelijkertijd ook mij heel erg bewust maakte van de mooie momenten die we op dat moment nog deelden met elkaar. Nou, toen we terugkwamen is er opnieuw een behandeling gestart bij het Antonie van Leeuwenhoek ziekenhuis. Om te kijken of er misschien toch een manier was om nog het leven wat kwalitatief te kunnen rekken, zeg maar. Dus wat langer te leven op een goede manier. Dat lukte helaas niet. Na een aantal weken in het ziekenhuis hebben gelegen en zijn we naar de hospice gegaan hier in Utrecht. En daar is zij overleden. In die weken nadat Merel overleden was, heb ik gewoon heel veel pijn en leegte ervaren. Ik wist gewoon niet hoe ik ermee om moest gaan. Ik voelde God ook niet. Ik was boos op God. En ik kon gewoon slecht omgaan met dat verdriet en de pijn. Ik merkte dat ik een soort terug was geworpen op mezelf ook. Zo voelde het. Nu kom ik zelf ook uit een gezin waar... uit een gebroken gezin, waar veel verslaving aanwezig was. En voor mij was het eigenlijk heel natuurlijk om daar ook op terug te vallen. Dus ik begon weer te roken, ik begon te drinken. Totdat ik op een gegeven moment tot het inzicht kwam dat het zo langer niet door kon gaan. Dat ik echt beter voor mezelf moest gaan zorgen, omdat ik nog steeds het leven had. En met dat ik dat realiseerde, realiseerde ik me ook dat ik terug naar God moest gaan om het ook bij God te brengen. En toen ben ik langzaam weer begonnen om het leven een soort op te bouwen. En dat begon eigenlijk met rouwtherapie, met het verwerken van de pijn, daar kreeg ik hulp bij, psychologische hulp. En daar heb ik ook voor het eerst kennis gemaakt met ademoefeningen. En tegelijkertijd verlangde ik ook naar een manier om God erbij te betrekken. Op welke manier gebed daarin een rol kon spelen. En toen ontdekte ik vanuit vroege monniken en vanuit de woestijnvaders manieren van bidden en mediteren. Wat ik later begrepen heb wat mediteren is. En toen ik leerde dat ik gewoon rustig kon ademen en op mijn ademhaling de naam van God uitspreken en de Heilige Geest uitnodigen, dat zo krachtig was en dat me zo vervulde. Op dat moment heb ik besloten ook van volgens mij moet ik hier iets meer mee doen. Er zijn heel veel mensen en heel veel jonge mensen ook die ik zie, ook van mijn leeftijd. Ik was toen begin 30, die vastlopen in het leven, die moeite hebben of pijn, die opgebrand raken of die rondlopen met innerlijke wonden of
psychische ziekte. En ik dacht, volgens mij wil ik hier iets mee, moet ik hier iets mee. Dus ik heb veel gebeden en aan God gevraagd op welke manier kan ik mijn ervaringen en mijn ervaring met u ook inzetten op een manier om ook andere mensen te helpen. En toen ben ik begonnen in 2018 met Op Adem. We hebben dus onder andere een cursus, die heet de Levensadem. Die is geïnspireerd op Genesis 2, waarbij heel mooi omschreven staat dat God de mens maakte uit de aarde en hem de levensadem de neus in blies. En dat zo de mens, de ziel, tot leven kwam. Daarnaast hebben we ook retraites, weekenden of retraite dagen, waarbij we een dag apart zetten om tot rust te komen, om te luisteren wat er in je leeft, maar ook wat God in je heeft gelegd of wat God tegen je wil zeggen. En dat zijn momenten die enorm opbouwend zijn en enorm belangrijk ook. Je zelfzorg, je geestelijke zelfzorg is enorm belangrijk om op een goede manier te leven en in het leven te staan. Net als mijn ademhaling het zuurstof door mijn hele lichaam heen gaat, zo kan God door de Heilige Geest ook door mijn hele lichaam heen gaan. En dat ik uit die korte ademhaling mag stappen en dat ik gewoon rustig mag ontspannen en bij God mag zijn.